Daar zijn we alweer en dit keer gaan we niet één flesje bespreken. Ik heb dit keer een hele tafel vol met allemaal flessen whisky. We gaan het namelijk hebben over whisky-etiketten. Wat staat er allemaal op? Wat betekent het wat er allemaal op staat? Hoe moet je het interpreteren? Ik ga het je allemaal uitleggen. Ja, en het valt je misschien op dat mijn ogen een beetje rood en een beetje geknepen zijn. En dat mijn stem een beetje dof klinkt. Dat heeft natuurlijk helemaal niks met hooikoorts te maken. Dat heeft allemaal mee te maken dat ik net ontzettend emotioneel ben geworden van alle leuke en lieve berichten op mijn YouTube kanaal en op mijn Instagram kanaal, @Whisky aan Huis. En daar wil ik jullie allemaal ontzettend voor bedanken. Dat doet me goed. En dat helpt me natuurlijk vooral om meer video's te blijven maken. En ik dacht, misschien is het nu wel leuk om eens wat te vertellen over etiketten. Want er zijn er een hoop. En ze zien er vaak mooi uit. Met mooie frutseltjes en gouden randjes. En leuke lettertypes. En er staan vaak mooie termen op. Maar wat betekent het nou allemaal? En hoe moet je zo'n etiket nou interpreteren? Laten we er eens een fles bij pakken. Neem bijvoorbeeld deze Laphroaig. Zoals je kan zien staat er met koeienletters Laphroaig op de fles. Dat is de distillery, de distilleerderij waar de whisky is gemaakt. Oftewel de fabriek waar de whisky vandaan komt. En dit staat 9 van de 10 keer, zeker bij single malts, prominent op de fles. Maar vergis je niet, het is niet zo dat de meest prominente naam altijd de distillery betreft. Neem bijvoorbeeld deze Aerstone. Je zou kunnen denken, oh, Aerstone, dat zou dan wel de distillery kunnen zijn. Echter is Aerstone gewoon een naam, bedacht door William Grant en Sons. Die zitten ook achter bijvoorbeeld Glenfiddich. En die hebben een distilleerderij en die willen whisky maken. En die willen ze op een andere manier op de markt brengen. In dit geval hebben ze gezegd, nou, die noemen we Aerstone. Maar dat is dus niet de naam van de distilleerderij. Het is slechts een leuke naam. Nou, zo leuk vind ik hem niet. Een naam. Als we even verder kijken naar de Laphroaig, dan valt ons snel op single malt whisky. Op single malt whisky zal vrijwel altijd staan dat het single malt whisky betreft. En als we dan bijvoorbeeld gaan kijken naar een blend, zoals deze Johnny Walker Green Label, dan is Johnny Walker natuurlijk niet de naam van de distilleerderij, want Johnny Walker maakt blends, dus die combineren whiskies. We hebben hier de Green Label, 15 jaar oud, en dit is een blend van enkel single malt whiskies. En als we kijken naar het etiket staat het er ook op. A rich and vibrant blend of only single malt whiskies including Talisker, dus dat is een distilleerderij, Linkwood, een andere distilleerderij, en een andere distilleerderij. Oh, en ook nog Caol Ila, ook een distilleerderij. Dus er staan hier wel 4 distilleerderijen op, 4 keer een Laphroaig of een Glendronach of whatever, die allemaal in deze fles whisky zitten. En Johnny Walker is slechts de merknaam en Green Label is de naam van deze whisky. Oké, nou waarschijnlijk wist je dit allemaal al, maar dan weet je het nu nog een keer. Maar het wordt interessanter, want als we dan even verder kijken, pakken we even de Laphroaig erbij, zien we hier Quarter Cask op staan. Een andere grote titel prominent op de fles. We zien echter geen leeftijd staan. Dat is interessant. Vaak geven distilleerderijen hun whisky nog een naam. Eigenlijk hetzelfde wat de Johnny Walker ook doet. Die noemt deze whisky Green Label en Laphroaig noemt deze whisky Quarter Cask. En deze naam die zegt ook iets over de whisky. Namelijk quarter van een cask, kleine vaten. Dus deze whisky heeft gerijpt in kleine vaten. En dat houdt in dat er meer interactie is tussen de whisky en het hout. En dat daardoor de whisky relatief snel rijpt. En er dus relatief veel smaak aan de whisky moet zitten. Als we hem bijvoorbeeld vergelijken met deze Laphroaig 18 jaar. Een fles van een ander kaliber, zit ook een ander prijskaartje aan. Die heeft niet zo'n prominente naam zoals die Quarter Cask dat heeft. Maar die heeft gewoon heel prominent de leeftijd erop staan. 18 jaar. Dit is Laphroaig 18 jaar. Punt. Geen gelul. En hier hebben ze een mooie titel aan toegevoegd. Maar geen leeftijd. Dit noem je dan ook een NAS whisky. NAS. En dat staat voor Non-Age Statement. Oftewel, we hebben er geen leeftijd aan toegevoegd. En om dat te verhullen hebben we een mooie term bedacht. Is het daarmee slechte whisky? Nee, zeker niet. Maar de leeftijd is waarschijnlijk niet zo heel erg hoog. Zoals je misschien weet mag whisky pas whisky eten als het minimaal 3 jaar oud is. Maar veel distilleerderijen vinden het niet zo interessant om een lage leeftijd op een fles te zetten. Dat verkoopt niet zo goed, is het idee. De whisky hierin is vaak weer een mix van Laphroaig whiskies, dus meerdere vaten. En het zou heel goed kunnen dat een groot deel van die vaten misschien maar 4 of 5 of 6 jaar oud is. En misschien zit er ook wel wat 12 jaar oude whisky in, of misschien zit er zelfs een vleugje 18 jaar oude whisky in. Het zou kunnen. Maar het overgrote deel is waarschijnlijk relatief jong. En als je als distilleerderij een leeftijd op je fles wil zetten, dan moet dat de jongste whisky zijn die in de mix van whisky zit in je fles whisky. Dus in deze whisky is alle whisky minimaal 18 jaar oud. Misschien zit er ook wel een stukje 20 of 25 jaar oude whisky in om hem helemaal mooi uit te balanceren. Dat zou kunnen, of misschien is er nog een paar vaten over. Maar alles is minimaal 18 jaar oud. En als dus in deze whisky de jongste whisky zeg 4 jaar is, dan willen ze dat niet op het etiket zetten. Want dat klinkt niet zo sexy, dat klinkt niet zo aantrekkelijk. Dus zetten ze er helemaal geen leeftijd op en verzinnen ze een mooie naam waaronder de whisky alsnog gewoon prima verkocht kan worden. Nou zegt de naam Quarter Cask nog wel iets over het type whisky. Maar dat is niet altijd het geval. Als we bijvoorbeeld deze Highland Park Herald nemen, zegt Harold natuurlijk niks over het type vaat of waar de whisky naar zou kunnen smaken. Harold is volgens mij een strijder of een koning geweest. Noorwegen dacht ik dat het was. En daar is deze whisky naar vernoemd. De Highland Park Harold. Maar op basis van de naam blijft het gissen waar hij naar smaakt. Het voorbeeld van de Laphroaig is dus een distilleerderij genaamd Laphroaig die whisky maakt, genaamd Laphroaig. Helder. De Aerstone is dus een andere distilleerderij die whisky uitbrengt onder een mooie marketingnaam, genaamd Aerstone. Maar dan hebben we nog een andere categorie. Namelijk de categorie van de onafhankelijke bottelaars. En een voorbeeld hiervan is The Ultimate. Nou, wat is een onafhankelijke bottelaar? Dat zijn bedrijven die zelf naar distilleerderijen toe gaan. Daar vaten selecteren die zij interessant of mooi vinden. En die uitbrengen onder hun eigen label. In dit geval The Ultimate. En op zo'n fles van een onafhankelijke bottelaar vind je dan ook altijd de naam van de distilleerderij zelf. In dit geval is dus de bottelaar The Ultimate. En de whisky die erin zit is afkomstig van Glen Ord. Dat is de distilleerderij. En op deze fles is nog wat meer informatie te vinden. Namelijk natural color. Oftewel, de whisky in deze fles is niet bijgekleurd. Zoals ik in mijn vorige video's ook wel eens heb verteld, mag je whisky bijkleuren. En ze zeggen dus nee, deze whisky heeft puur de kleur die het heeft gekregen uit het vat. En als we dat vergelijken met de Laphroaig, daar zien we een Parfum Justerup met karamel. Dat is volgens mij Duits. Er staat ook mietfarbstof. En hoewel mijn Duits niet bijzonder goed is, betekent dat wel dat deze whisky is bijgekleurd met kleurstof. Dat hoeft er in Nederland wettelijk niet op te staan, maar in Duitsland moet dat wel. Dus als Laphroaig flessen maakt die naar West-Europa gaan en zowel in Nederland als in Duitsland wordt geleverd, dan staat dat vaak op het etiket. En daarvan weten we dus dat als we deze whisky inschenken, dan kunnen we zeggen, oh, een prachtige, mooie, volle, goudgele kleur. Maar dat dat verder niks over de kwaliteit van de whisky zegt, want ze hebben er gewoon wat kleurstof bij gemieterd. Dat is dus bij deze fles niet het geval. Oké, en als we iets verder lezen zien we nog iets interessants, namelijk non-chill filtered. Whisky die direct uit het vat komt, die kan bepaalde stoffen bevatten die de whisky troebel kunnen maken. En met name wanneer de whisky afkoelt, dus wanneer je hem bijvoorbeeld koud hebt opgeslagen, of wanneer je er een druppeltje water of een ijsklontje in doet, kan die whisky troebel worden en dat je misschien wat vlokjes erin ziet drijven. En heel veel distilleerderijen die filteren daarom de whisky op een bepaalde manier, waarmee ze hem laten afkoelen en gaat door filters heen die dikke stoffen zeg maar eruit halen, zodat dat niet meer gebeurt. En dat is eigenlijk puur om de consument niet ongerust te maken wanneer die in een troebele whisky in zijn glas heeft zitten. Maar het heeft ook een negatief effect, al zijn de meningen daar iets over verdeeld. Maar doorgaans wordt gezegd dat die filtertechniek de wat vettere stoffen uit je whisky halen, waardoor de whisky wat dunner voelt in je mond. Dus met name dat het mondgevoel wat minder vettig is. En dat kan heel zonde zijn. Dus zetten zij erop, het is niet gefilterd. Dus wat er in deze fles zit, komt rechtstreeks uit het vat. Ja, misschien wordt die een beetje cloudy op het moment dat je hem inschenkt. Misschien drijft er ergens een vlokje in. Maar het is puur uit het vat. En dat is bij deze whisky nog eens letterlijk het geval. Want als we nog iets verder kijken, zien we ook dat hij een cask number heeft. Dat betekent dat deze whisky single cask of single barrel is. Het nummer van het vat waar deze whisky uit afkomstig is, staat op de fles. Bij een andere whisky, en dan pak ik weer even de Laphroaig er bijvoorbeeld bij, die heeft geen casknummer, dit is geen single cask, dit is niet single barrel. Wat er namelijk gebeurt is, Laphroaig heeft een hele grote batch aan vaten die 18 jaar gelegen hebben. Die mikken ze allemaal bij elkaar in een grote ton, roeren goed en dat gaan ze vervolgens verdelen over flessen. Dus de whisky hierin is afkomstig van meerdere vaten. En dat wordt ook gedaan om een bepaalde consistentie te waarborgen. Want vaten kunnen onderling wat van smaak verschillen. De een zal misschien ietsje zoeter smaken, het andere vat zal misschien het rook wat beter bewaard blijven. En Laphroaig wil gewoon een consistente lijn met 18 jaar oude Laphroaig kunnen leveren. Dus mengen ze die vaten om ervoor te zorgen dat die verschillen er een beetje uitgehaald zijn. Maar in het geval van deze whisky van de onafhankelijke bottelaar krijg je dus echt een bepaald type vat in je fles. En er zijn nog meer whiskies uit dat vat gehaald. Maar het zou ook heel goed kunnen dat jij een fles van die Ultimate koopt, van Glen Ord, met een ander casknummer, een ander vatnummer. En dat die beduidend anders smaakt. En misschien ook wel een iets andere kleur heeft. Omdat dat vat gewoon een ander effect heeft gehad op de whisky als dit vat. En dat maakt deze whisky dus iets unieker in zijn soort. Want als het op is het ook op. En de smaak is misschien wat uitgesproken en wat specifieker dan wanneer de whisky gemengd is. Dus op zich zijn single cask whiskies altijd interessant. Daarnaast zien we nog de distilleerdatum, de botteldatum. Dus wanneer is hij gemaakt en wanneer is hij in de fles gegoten. En de distilleerdatum staat er nog groot op in 2011. Dus deze whisky is afkomstig uit 2011. De leeftijd staat er niet groot op, maar dat kunnen we uitrekenen. Omdat hij in 2011 gedistilleerd is en gebotteld is in 2018, weten we dus dat deze whisky ongeveer 7 jaar oud is. En tot slot staat er ook dat deze whisky is gelagerd op bourbon vaten. Dus het type vaten waarin de whisky in heeft gelegen staat ook op de fles. En dat doen veel distilleerderijen om je ook een indruk te geven wat je kan verwachten. In dit geval is het bourbon. Dus zullen hier dus geen sherrytonen in vinden bijvoorbeeld. Dit is puur bourbon vaten. Bourbon vaten geven vaak een beetje een vanille smaak af. Dus dat zouden we ongeveer in deze whisky kunnen verwachten. Er staat dus een hoop op het etiket wat ons een goed idee kan geven wat we in deze fles kunnen verwachten. Distilleerderijen willen hun etiketten nog wel eens updaten. Vaak geven ze een whisky om de zoveel jaar een nieuw jasje om hem er weer wat moderner en wat aantrekkelijker uit te laten zien. Een voorbeeldje hiervan is bijvoorbeeld deze twee Cardhu's 12 jaar. Dezelfde whisky, maar het etiket verschilt iets. Rechts is de oude variant. Voor jullie links is de oude variant, daar zit ook niet meer zoveel in. En rechts is de nieuwe variant. En je ziet dat het etiket iets geüpdate is. Het zijn minimale verschillen, maar het kan je wel vertellen dat je te maken hebt met een oude botteling. En nou is dat bij deze Cardhu niet zo heel boeiend, maar het kan soms heel interessant zijn om van een whisky nog een hele oude fles met een heel oud etiket te vinden. Omdat die whisky destijds toch nog anders werd gemaakt, authentieker werd geproduceerd, misschien betere vaten werden gebruikt. Dus als ik ergens in een klein slijterijtje ben of ergens in het buitenland in een buurtsupermarkt rondloop, dan kijk ik altijd naar de whiskyflessen of ik ergens nog een oud etiket tussen ziet staan. Omdat het nog ontzettend leuk kan zijn om zo'n whisky nog eens te proeven en te vergelijken met een huidige botteling. En als we echt de diepte in willen gaan, kan het ook heel interessant zijn om te kijken naar de bottelcode. En als voorbeeld daarvan heb ik hier een 15 jaar oude Glendronach meegenomen. En zoals je wellicht weet is Glendronach een tijdje gesloten geweest. En daardoor zijn sommige whiskies een stuk ouder dan eigenlijk op de fles staat. Op een gegeven moment stopte Glendronach met het produceren van de 15 jaar oude variant en was hij overal uitverkocht. Maar onlangs is hij overal weer te vinden en staat hij gewoon weer op websites en in slijterijen. Maar er zit een verschil tussen beide 15 jaar oude Glendronachs. Ook al zou je dat aan het etiket niet kunnen aflezen. En dat verschil kunnen we zien aan de bottelcode. De fles die ik hier heb is namelijk in 2015 gebotteld. En we weten dat hier nog whisky in zit van voor de sluiting van Glendronach. En dat de whisky in deze fles waarschijnlijk niet 15 jaar oud is, maar mogelijk wel een jaar of 20 oud is. Dus een stuk ouder dan wat er op de fles staat. En dat maakt deze Glendronach 15 dus veel interessanter dan de nieuwe uitgegeven Glendronach 15. Die overigens ook heel lekker is. Daar niet van. Maar als je dus op zoek bent naar specifieke whisky, kan het soms helpen om die bottelcode, die vaak achter op de fles staat, eens te raadplegen. Om zo te achterhalen wanneer jouw fles gemaakt is. Want er zit nog wel eens verschil tussen al die batches van whisky die het etiket niet prijsgeven. Ik heb dus net wat dingen benoemd, zoals het type vaten, of het een single cask is, ja of nee, of het non-chill filtered is, ja of nee, of er een leeftijd op staat, ja of nee. Maar vaak zetten distilleerderijen op de achterkant ook nog een verhaaltje over de whisky en wat voor smaken er in de whisky aan te treffen zijn. Deep gold, nutty notes, vanilla, chocolate, etcetera, etcetera. En het kan natuurlijk geen kwaad om dat te lezen alvorens je een fles koopt, om te bepalen of het past bij jou of niet. Maar het heeft natuurlijk wel eens risico dat je een beetje vooringenomen kan worden. Dus als hier staat, oh, rijke chocola, en je gaat proeven, oh, ik proef rijke chocola. Terwijl je dat anders misschien helemaal nooit eruit had gehaald. Maar ja, wat maakt het ook eigenlijk uit? Ik lees het altijd wel. Want ik ben wel benieuwd wat de distilleerderij zelf zegt, wat ik in de whisky kan verwachten. En tot slot heb ik hier nog een Japanse whisky staan. Een single malt van Nikka. En daar zie ik onder andere dat hij een alcoholpercentage heeft van 55%. Want ook het alcoholpercentage staat altijd op een fles whisky. En zie dat niet over het hoofd, want dat kan nogal verschillen. Neem deze Aerstone, die bevat 40% alcohol. Dat is natuurlijk nog steeds een heleboel, maar dat is een stuk milder dan 55% alcohol. De Laphroaig zijn bijvoorbeeld allebei gebotteld op 48% alcohol, dus dat zit er een beetje tussenin. Vaak ligt mijn voorkeur bij net boven de 40, dus zeg 43 of 46%, omdat hij daardoor net wat meer body heeft dan een 40% whisky, maar niet helemaal je tong verlamt zoals een 55% whisky. Al kun je natuurlijk een whisky met een wat hoger alcoholpercentage altijd verdunnen met een paar druppeltjes water. Nou, we weten dus dat we hier te maken hebben met een vrij sterke whisky. Verder is dit hele etiket Japans, dus snap je er geen hol van. Ik vind het wel hele mooie tekens. Ik kijk er graag naar. Je kan de fles ook omdraaien. Maar hoe ik mijn best ook doe, ik heb echt geen idee waar het over gaat. En dan kun je twee dingen doen. Of googlen, of gewoon proeven. En misschien ook wel geinig om te vermelden is dat Japanse whisky vaak een draaidoppie heeft. Plastic. En dat veel Schotse whiskies een kurkje hebben. Die altijd dat geluid van genot geven. Wat is nou beter? Nou, een kurk past meer bij whisky. Zo'n plastic draaidoppie. Zeker voor toch wel een prijzig whiskietje. Dat draagt niet echt bij aan de ervaring. Maar je weet wel zeker dat je whisky goed afgesloten is. Waarbij een kurk toch nog wel eens verdamping kan plaatsvinden. En een kurk wil ook nog wel eens gaan rotten of gaan oplossen. Maar het gebeurt nog wel eens dat als je je dop eraf haalt, je alleen nog het dopje in je handen hebt en de kurk in je fles achterblijft. Omdat die helemaal opgelost is. En dan heb je geen dop meer en allemaal kurk in je whisky. En dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Dus wat dat betreft valt er best wat te zeggen voor de Japanse draaidoppen. Goed, volgens mij hebben we het meeste wel behandeld. Ik zit nog even te kijken of ik iets gemist heb. Dit is misschien nog wel interessant. Zit je te kijken, ben je een zwangere vrouw en heb je trek gekregen in whisky? Doe dat niet. En mocht je niet door mij overtuigd raken, dan is altijd nog dit tekentje op een fles whisky die je vertelt dat het geen goed plan is om alcohol te drinken als je zwanger bent. Alcohol is natuurlijk sowieso niet gezond, dus drink sowieso niet te veel ervan. Maar ben je een zwangere vrouw, dan is het helemaal onverstandig. Ja, dan hebben we het denk ik in grote lijnen wel gehad. Mis je nou nog iets of heb je iets op een fles staan waar je echt niet uitkomt? Laat het me weten, stel de vraag. Ik ben heel benieuwd. Ik weet natuurlijk ook niet alles, maar wellicht komen we er samen uit. Mocht je dit nou een ontzettende leuke en leerzame video hebben gevonden, like deze video dan en neem ook gelijk even een abonnementje. En volg me ook op Instagram en bekijk ook mijn andere video's en bekijk ook mijn andere Instagram foto's. En like die ook allemaal. Reageer er ook allemaal onder, want dat geeft mij het gevoel dat ik ertoe doe in deze maatschappij. En dan maak ik snel weer een volgende video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.